De evaluatie van ministers binnen het kabinet Santokki-Brunswijk is een doorlopend proces. Dat heeft volgens president Chandrika Prasad Santokki niet alleen te maken met de mutatie van personen, maar ook met het ontdekken van zwakke punten van het algeheel beleid. Zo is er ontdekt dat bij de uitvoering van projecten er capaciteitsproblemen zijn of zijn geïdentificeerd op de verschillende ministeries. Hiervoor heeft de regering een programma genaamd Organisatie samengesteld die, geleid door de president, zal trekken aan de projecten. Natuurlijk komt dan die vraag van ja, maar wat voor stimulans heb je, wat voor motivatie bronnen creëer je om ook deze personen naast hun werktijd ook te belasten met uitvoeren van projecten. En wij hebben dan inmiddels goedgekeurd, 3 weken geleden, meneer de voorzitter, incentives voor de personen die belast gaan worden met uitvoeren van projecten. De regeringsraad heeft goedgekeurd bedragen tussen de 5.000 en 8.000 SRD om personen extra te betalen als ze bereid zijn projecten uit te voeren. Dat geeft ook al aan dat we de projecten versneld willen uitvoeren op basis van een programmaorganisatie. En we hebben publiekelijk opgeroepen alle personen die bereid zijn om ook projecten uit te voeren. En er zijn veel personen die zich aangemeld hebben, meneer voorzitter. Ze zullen onderworpen worden aan een selectie. Inmiddels hebben we de ingenieursbureaus van Suriname ook uitgenodigd om met hun te praten over verschillende projecten. En ook zij zijn bereid om ons te ondersteunen bij de uitvoering van al deze projecten. Het staatshoofd geeft aan dat sommige ministers reeds de opdrachten hebben gehad om de capaciteit op het hoogste niveau van hun departement te gaan versterken. Dit moeten zij doen middels het aantrekken van de deskundigen hier in Suriname, maar ook uit het buitenland als dat nodig is. Ik kan u wel aangeven dat de uitvoeringscapaciteit op verschillende ministeries een probleem is. En niet dat niet altijd financiën een probleem is. U kunt de financiën hebben, maar u heeft die uitvoeringscapaciteit. En als we dat weten, dan moeten we daarin ook gaan investeren, meneer voorzitter. En de evaluatie voltrekt zich op alle niveaus. Ook op het niveau van de parastatale bedrijven, de RVC's, de districtscommissarissen en andere instituten. President Santokki geeft aan dat binnen 2 weken een matrix beschikbaar zal zijn met de projecten die op korte termijn zullen worden uitgevoerd. Voor deze projecten is de financiering bijna rond.